Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 17 februari en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Mijn nagel is beschadigd, daar baal ik een beetje van. Dus die ga ik even bijwerken straks. En ik moet nu niezen. Ik ben klaargemaakt en ik heb zowaar het telefoontje gekregen waar ik op aan het wachten was. Dat was heel toevallig. Mijn coach die appte van: ben je al gebeld? Ik zeg nee, ik heb nog niks gehoord. Even een paar minuten daarna werd ik gebeld, dus ik heb haar gelijk even gebeld, want dat praat dan even iets makkelijker om het uit te leggen. Nou, ik moet daarvoor even op een gesprek komen. Ik ga het met de tijd nog wel even toelichten, maar het is nu allemaal nog een beetje onzeker, dus dat doe ik naderhand eventjes, vandaar dat het voor jullie nu een beetje abracadabra is. Maar goed, als het goed is moet ik in de eerste week van maart moet ik daar naartoe om een gesprek te hebben en... Nou ja, goed, dan is het weer afwachten. Maar het was fijn dat ik nu in ieder geval gebeld ben. Gisteravond heb ik weer meer met het First Sight gekeken. Was wel leuk hoor. Maar ik merk toch wel steeds meer scheurtjes. Ik vind het nu ook wel prima dat het maandag en dinsdag voor het laatst is. Want ik merk wel dat de laatste bruiloften, die worden best wel afgeraffeld. Het laatste gedeelte van het programma wordt echt een beetje afgeraffeld. En dat komt denk ik toch omdat het... best wel lang duurt. Ze kiezen er natuurlijk al voor om het 2 avonden achter elkaar uit te zenden. Zodat ze er wat sneller doorheen zijn. Maar dan vind ik het ook wel weer prima, moet ik heel eerlijk zeggen. En ook al heb ik Videoland, ik ben dan niet iemand die het vooruit gaat kijken. Ik weet niet, dat heb ik met Goede Tijden ook nog steeds niet gedaan. Want iemand zei toen tegen mij, oh jij gaat echt wel Goede Tijden vooruit kijken. Ik zei, nou ik weet het niet hoor. Ik heb het inderdaad ook nog nooit gedaan. Maar goed, dat was allemaal positief nieuws. Ik heb gisteravond de vlog afgemaakt. Mijn foto's bewerkt. Ik heb Rex gekeken. Ik ben met een nieuwe serie begonnen. Die heet Dicté. Het is ook weer een Deense serie. Dicté. Nee, het heet helemaal niet Dicté. Het heet Dicte. Gosh. Ik zat nog te bedenken. Ik moet het goed zeggen. En dan zeg ik het toch nog verkeerd. Ik kan er niet zo heel veel over vertellen. Wat ik wel begrijp is dat het telkens 2 afleveringen zijn die op elkaar aansluiten. Dus het is niet een serie wat over 1 onderwerp gaat. Maar goed, ik ga vanavond de 2e aflevering kijken. Dus we zullen wel zien hoe en verder. Ik ga zometeen eventjes een wasje aan zetten. Dan ga ik hier lekker de boel doen. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Want daar heb ik wel zin in. En wordt eventjes de dag verder niet heel veel bijzonders of zo. Maar ik had straks eventjes heel erg veel pijn. Toen moest ik gaan sporten. Gelukkig ben ik wel een beetje van die pijn af. Maar ik heb van de week heb ik mijn been verrekt met sporten. Want dan moet je zeg maar, je moet je benen uit elkaar hebben. Dus voor en achter. En dan moet je zeg maar door je knieën gaan. En dat ging niet helemaal lekker. Toen verrekte ik mijn been. Dus dat deed wel zeer, maar goed, ik ben wel gewoon blijven doorpakken. Want ik had zoiets, het moet gewoon gebeuren. En nu voel ik er gelukkig niks meer van hoor. Maar ik schrok er wel eventjes van, dat ik dacht van oei, dit is toch wel eventjes een dingetje. Maar goed, ik ga de was aan knallen. Ik ga jullie erbij zetten met het schoonmaken. En dan gaan we eventjes lekker aan de gang. En dan straks die nagel even doen, want het irriteert me echt mateloos. Dus tijd om wat te gaan doen.
leuke momenten van katten is dat als je net je vloer helemaal hebt gedweild en ze een te groot brokje heeft en dat op de grond gooit en vanuit daaruit op gaat eten. Ja, dan ben je echt blij met die gedweilde vloer. Tuurlijk, het is fijn dat ze nu van een schone vloer eten, maar nou heb ik toch het idee dat die vloer weer vuil is. Meer katten die dit doen? Of weet ik niet. Ik moet voor muis denk ik echt meer prakken. Ze heeft er heel erg veel moeite mee, maar ja, dat is het leven van iemand met katten. Nou, meestal likt ze mijn vloer ook wel weer helemaal schoon, dus wat dat betreft zou je er altijd even gewoon een doekje overheen kunnen halen hoor, maar het valt me altijd op. Dit is standaard, als ik mijn vloer heb gedaan, heb ik weer een gore vloer door dat kattenvoer. Nou, jullie zagen het al, muis die zat heerlijk te smikkelen. Deze is ook klaar met smikkelen. Ik heb toch even een doekje over die vloer heen gehaald. Zit me dan toch niet helemaal lekker. Mijn nagel is weer bijgewerkt. Dus die is weer rood. Alleen het randje nog even bijwerken. Ik heb nog even een diertje getekend. Ik heb niet heel veel gedaan met birdjournalen. Ondertussen komen er ook steeds appjes binnen door de hele situatie die nu speelt. Want ik zou nog even terugkomen op die avondklok. Ik geloof dat het 21:15 was gisteravond. Toen er toch werd besloten om sowieso tot vrijdag aan te houden. Dan dient het hoger beroep. Dus dat gaat best wel snel. Ik was ook eigenlijk... Ja hoor. Best wel verbaasd dat ze dat gisteren eigenlijk nog gingen bespreken. Nou, ze hebben echt wel heel erg lang daarover gedaan. En nu hebben ze gezegd tot vrijdag. En ik hoorde net ook dat de huur dit jaar niet omhoog gaat. Dat het bevroren wordt door de corona. Maar ja, ik ben wel benieuwd wat het vrijdag gaat brengen. Dus ja, het is gewoon even afwachten. Maar ik hoorde ook al dat ze met een noodplan bezig zijn. Dus ik ga ervan uit dat die doorgetrokken gaat worden. Nou ja, het huisje is lekker schoon. Even een schoon lopertje erop, want die andere was weer vies. Dus dat is ook altijd wel weer lekker. Dan was die draait nog, de handdoeken. Dus als die straks klaar zijn, kunnen die vanavond ook lekker opgehangen worden. Ook wel weer een lekker idee hoor, dat je gewoon dan weer frisse handdoeken hebt. Dan hoop ik dat ik vrijdag nog even een wasje kan wegwassen. Want het wasje misschien opgevallen. Ik heb ineens een andere trui aan. Ik opende de vlog met een zwarte trui. Maar ik begon een geurtje te ruiken die ik niet zo prettig vond. Dus ik dacht, oké, ik doe nu een andere trui aan. Maakt niet uit. Dus ik heb even de trui van gisteren uit de wasmand gepakt. Want die kon op zich voor die paar uurtjes nog wel. Ik ga straks toch lekker douchen. En ik heb al een schone pyjama gepakt. Dus ik ga gewoon weer helemaal fris straks. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Vanavond ga ik de slechtste chauffeur kijken. Want je hebt geen hart in actie en ook geen steenrijksraad arm. Want er is voetbal. Daarna misschien nog een K van Carlijn. Ik moet eventjes kijken wat ik daarna ga doen. Ik heb in ieder geval die van vanavond al opgenomen. Ik ga de vlog uploaden. Dat die morgen online komt. Ik ga even een thumbnail maken en mijn artikel schrijven. Ja, dat is het ook eigenlijk wel. Ik heb vanavond dan nog Rex en dan ga ik weer verder met Dikte. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Ik weet nog niet helemaal of het een serie is die ik heel leuk vind. Maar dat zeg ik heel vaak bij een eerste aflevering. En hij had toch weer een match van 98% met mij. Dus het valt wel in het genre wat ik leuk vind. Maar goed, dat ga ik verder bekijken. Straks lekker douchen. Ik heb frietjes vanavond, dus niet bijzonder. Dus ja, lekker goede tijden. Koffietje erbij op de bank, daar maak je mij heel blij mee. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Morgen is het weer gewoon boodschappendag. Tot nu toe heb ik gehoord dat ze om 4 uur komen. Coach, kan ik daarvoor nog even wat dingen doen. Dus ja, dan, maar dat is weer een zorg voor morgen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is alweer 18 februari. Ik ben klaargemaakt. Zit me de laatste dagen met de make-up niet echt mee. Ik kreeg net de mascara borstel in mijn oog. Dus oh, dat doet zozeer, dat doet zozeer. Gisteren kreeg ik een hele lading eyeliner in mijn ooghoek, wat heel erg beet. Ik had weer een keer een vloeibare eyeliner gepakt, omdat ik het vaak toch wel wat mooier vind. Alleen dit kwastje was niet echt jovel, zeg maar. Dus het droop zo op mijn ooghoek in. Bijten, bijten, bijten. Oh, wat deed dat zeer. Toen ik het gelukkig had weggehaald, toen ging het wel weer. Maar ik dacht wel van, wat doet dit zeer. Ik heb gisteravond mijn wasje opgehangen. Ik had de handdoeken gedraaid. En ik heb dan ook de wasbare waddenschijfjes gewassen. Dat gaat eigenlijk heel goed. Ik heb ze op 60 graden gedaan. Maar dat ging eigenlijk hartstikke goed. Ze zijn weer mooi schoon.
Ik heb het dan zonder wasverzachter gedaan. Want ik denk dat als je het met wasverzachter doet, er bijna dus eigenlijk geen vocht meer opnemen. Dus dat heb ik dan speciaal bij de handdoeken gedaan. Dat is goed gegaan. Gisteravond weer lekker goede tijden gekeken en slechts die chauffeur. En ja, ik geniet er toch van. Ondanks dat het zo slecht is, heb ik er wel weer lekker van genoten. Volgende week is ook alweer de laatste uitzending. En ik merk dat alles nu alweer een beetje op zijn eindje loopt. Er komen wel weer een heleboel mooie programma's voor terug, moet ik zeggen. Maar ja, dat was ook leuk. Daarna heb ik gekeken naar de K van Carlijn. Nou, mooie serie. Ik loop er ook wat mee achter hoor, want ja, ik loop niet helemaal gelijk de uitzending op tv lopen wat voor, maar dat geeft niet. Zoals nu gisteren was er voetbal en dan ja, is er verder niet zoveel, dus kon ik dat mooi even kijken. Ik heb Rex gekeken en ik heb weer naar Dikte gekeken. Dit was dan de tweede aflevering en het, ik merk nu dat elke aflevering of elk verhaal twee afleveringen heeft. En dan moet ik even aan wennen, omdat ik dus heel erg in een serie zat wat één verhaal was. En eigenlijk had ik de laatste tijd alleen maar van dat soort series die één verhaal waren. En nu zijn het losse verhalen. Dus dat is even wennen. Maar wat ik wel heel grappig vond, is dat ik zag iemand en ik dacht, ben jij nou uit Springvloed? Toen ging ik het googlen en toen bleek hij inderdaad uit Springvloed te zijn. Dan had ik het toch goed. Alleen hij was hier geloof ik wat jonger, want deze serie is iets ouder als Springvloed. Dus ja, ik heb een artikel geschreven, de vlog geüpload, dus wat dat betreft is het allemaal goed. Ik moet nog wel even de thumbnail naar mijn telefoon uploaden, zodat hij ook even naar de Instagram kan. De laatste tijd doe ik ook van mijn video's, zet ik op Instagram, dus dat. Ik had nu heel erg leuk het plan bedacht, ik kan mijn balkon wel even gaan aanvegen. Mijn coach komt pas om 4 uur, maar toen voelde ik de temperatuur buiten en toen dacht ik, nee, dat gaan we toch maar even niet doen. Het waait ook best wel. En nou schijnt het van het weekend best wel mooi weer te worden. Ook wel wat hogere temperaturen. Dus ik dacht, nou dan kan ik het van het weekend wel even mooi doen. Ik heb van het weekend verder toch niks. Dus mooi even een klusje voor zaterdag of zo. Dus dan ga ik zo even mijn ondergoedla netjes maken. Want die is ook weer een bende. Maar ja, ik moet nog steeds bakjes hebben. Maar ja, goed. Ik kan dat blijven herhalen. Hè? We zitten gewoon in een periode dat we niet naar de winkel kunnen. En ik weet wel, zo bij IKEA kun je online bestellen. Maar ik vind die verzendkosten gewoon achterlijk hoog. Ik snap best wel dat ze verzendkosten vragen. Maar de tarieven die de IKEA hanteren, die zijn gewoon niet echt normaal, zeg maar. Dus dat gaan we gewoon even niet doen. Ik wacht wel even gewoon tot de winkels weer open zijn. En tot die tijd maak ik het gewoon elke keer gewoon weer even netjes als het weer een bende is. Dus dat ga ik maar even doen. Nog even de boodschappen opruimen en dan de tassen naar beneden halen, want dan kunnen die straks weer mee. Dus ja, dat is eigenlijk de planning. Ik ga nu eerst eventjes de kattenbakken scheppen en stofzuigen, want ik baal zo. Ik heb dan gisteren een schoonlopertje erop gedaan. Kijk, dan zijn de katten vannacht weer bezig geweest. En kijk, dan zie je al die haren hier weer. Dus ja, moet ik maar even afzuigen, want daar baal ik een beetje van. Dus dat ga ik even doen. Dan zet ik jullie bij het ondergoed ordenen er wel eventjes bij. Ja, ga ik gewoon eventjes wat doen en dan straks boodschappen doen. Die was al klaar met haar afspraak. Dus die vroeg of ik al kon afspreken. Ja, helemaal goed, want ik ben ook klaar. Ik ben wel een paar dingen kwijt van het ondergoed. Maar dat komt wel weer tevoorschijn. Maar het ligt in ieder geval wel weer wat netter. Dus ik ga even wat drinken en mijn schoenen pakken. En even de tassen. En dan ga ik zo klaarstaan. Want dan komt zij zo al. Mijn camerakaartje is vol. Daar was ik al een beetje bang voor. Dus hier moet even geleegd worden. Dus vandaar dat ik nu even met de telefoon film. Ja, daar heb ik nu ook even geen tijd meer voor.
Want ik moet nu ook even opschieten. Dus ik ga dat even doen en dan zie ik jullie weer als ik terug ben van de boodschappen. Voor het eerst mijn nieuwe laarsjes aan vandaag. Het was de laatste tijd natuurlijk niet echt weer voor, maar nu kunnen ze wel. Dus ik vind ze wel echt super leuk staan. En met deze outfit kan het ook gewoon, want ik heb een jurkje aan. Dus ja, ik vind ze mooi staan hierbij. Inmiddels weer terug van de boodschappen. Dus ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Ik ga wel eventjes zo even draaien, want ik film dus even met mijn telefoon omdat mijn kaartje vol is. Dus ik ga het je even laten zien. Ik heb allereerst even kattengrit gehaald. En bij de Welkoop. En ik kreeg gratis deze zomer bloeiende bloembollen. Een verrassingspakket. Vond ik echt super leuk. Ik was helemaal verbaasd dat ik die kreeg. Ik zei ook echt, oh wat leuk. Dus die kreeg ik gratis. Ik heb ook mijn screenprotector binnen voor mijn iPad. Want die van mij die zit vol butsen en een kras zit erop. Dus die ga ik eventjes het weekend opplakken. Bij de Aldi heb ik even een grote schnitzel gehaald. Want die vind ik altijd wel lekker. Nou, hij is niet super groot, maar die heb ik dan voor zondag. Ik heb ook even ACE-drinken meegenomen, want het was in de aanbieding. Die kan weg. Een pakje met aanstekers heb ik even meegenomen. Ik heb 4 pakjes chocomel ingeslagen, want de chocomel was nu 1,50 €. Dus ik dacht, ik ga gelijk inslaan. Bij de Lidl heb ik nog dit leuke vestje gekocht. Die vond ik wel heel erg leuk. Die kun je gewoon knopen. Die was nu nog 5 €. Ze hadden de laatste in deze maat. Het is een grijze, vond ik wel leuk. Ik heb weer gehakt gehaald. Dan heb ik weer de slavinkjes gehaald. Spekjes. En ik heb dit spul meegenomen. Het is gewoon van het soort vanish. Zeg maar dan van het eigen merk. Vind ik altijd ook wel fijn bij de handdoeken en zo. Haricot vetjes heb ik weer meegenomen. Ik zal even mijn spaarkaartje eruit halen. Want ik ga deze beestjes sparen. Ook dan heeft Lente hier ook wat om te spelen. Ze zijn echt super leuk en ze squeezen. Dus ik heb al 1 zegeltje. Dus die moet even drogen. Want die is een beetje nat geworden. Dus dat was dat. Dan gaan we even naar de volgende tas. Ja, het is altijd een beetje een beetje naar de boodschap hoor. Bij de Plus heb ik de dubbelfris meegenomen. Ja, ik heb weer even wat sap op voorraad. Ik heb 2 bakken, want het was 1 plus 1 gratis. Ik heb hier weer de patat. Die heb ik 2 zakken van meegenomen. Aardappelschijfjes even weer 2 zakken. Mijn boontjes weer. Ik had niet zo heel veel bij de Plus. Ik heb even diepvrieszakjes meegenomen, want die van mij die ging alweer bijna op. Ik doe nog best wel veel in de vriezer. Een zakje met gehakt kruiden, want ik ga dat natuurlijk niet nog een keer doen dat ik de verkeerde kruiden gebruik in mijn gehakt. Ja, dat was het ook eigenlijk, want de rest is allemaal dubbel. Dus dit waren alle boodschappen. Oh ja, en ik heb hier nog cola staan. Dus dat waren de boodschappen. Zo, inmiddels heb ik lekker eventjes een beetje opgeruimd. Ik heb de boontjes even afgehaald, dus allemaal prima. Ik ga zo even lekker onder de douche. Dan ga ik daarna nog even leren relaxen en dan straks eten maken. Nou, kijk ik Goede Tijden in de tv-kantine. Ik neem Wie Ben Ik eventjes op. Dan ga ik eventjes Meester Frank Visser, hoe is het nu met kijken. Moet je kijken hoe lelijk mijn lippen zitten worden door het mondkapje. Hij moet ook weer in de was, want hij zit helemaal onder de foundation en zo. Dus ik heb hem in de wasmand gegooid. Ik ga eventjes mijn foto's bewerken. Misschien alvast in het begin een stukje doen van de video voor zaterdag. Dan ga ik eventjes... was er iets wat ik nog moest doen? Er was iets wat ik wilde vertellen, maar ik ben het eventjes vergeten. Het kaartje legen van de camera. En dan heb ik vanavond weer dikte en zones. Dat is wel lekker. Ik ga eventjes mijn nagellak eraf halen, want het is heel lelijk geworden. Deze hand valt nog wel mee. Als je naar deze hand kijkt, is die heel erg beschadigd. Dus dat gaat eraf. Dan kan ik morgen gewoon ook even met een nagellakvrije hand de slaapkamer doen. Dus dat wordt verder mijn avond. Ik ga nu eventjes lekker warm onder de douche. Want ik ben best wel koud. Ik ben een beetje nat geworden door de regen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 19 februari. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zo lekker de slaapkamer doen. Ik moet eventjes de boodschappen naar boven brengen. De 1 zak kattengrit en de cola. Ik moet nu niezen. Hij wil niet. Daar was die. En even de boodschappen tassen. Daar had ik gisteren geen zin meer in.
Eventjes een was aanzetten en dan even lekker de slaapkamer doen. Maar het was nog wel heel erg leuk, want ik had jullie vorige week verteld over de trekhormoon handcreme van het bij het kruidvat. En toen had Nathalie dus al aan mij gevraagd of ik wilde kijken, omdat zij er dus niet kwam. En toen had ze ook een lijstje doorgegeven. Je had 3 varianten. Ze had een lijstje gegeven van, nou, op 1 stond de kokosnoot variant, op 2 marshmallow en op 3 stond die donkerroze. Ik weet even de naam niet. Nou, vorige week hadden ze alleen maar de kokosnoot variant. Die had ik voor hem meegenomen. En wij doen dat heel vaak voor elkaar. Dan als de een dan wel ergens komt en vragen we, joh, wil je dat even meenemen? Dan maken we het naar elkaar over, weet je wel. Zo help je elkaar weer een beetje. Maar toen was ik gisteren dus eventjes bij het kruidvat. En wat kwam ik tegen? De marshmallow variant. Alleen jammer dat de sticker er niet helemaal netjes op zit. Maar ik denk niet dat dat haar heel veel uitmaakt. Dus die kwam ik tegen. En toen dacht ik, oh, eigenlijk moet die, want ze waren weer aangevuld, want ze stonden deze week dus ook weer nog in de folder. En toen kwam ik deze tegen, toen dacht ik, joh, ik neem deze mee voor Nathalie. Dus ik stuurde haar een fotootje met die handcreme van, joh, cadeautje voor je. Ze zei, hè, cadeautje? Ik zeg, ja, die krijg je van mij, want ja, die wilde je zo graag. En, nou, ze was helemaal blij met een handcremeje. Ja, hij is nu 2 euro. Dus ze was helemaal blij. Ze stuurde dat ook gelijk in de groepsapp toe bij naar mijn moeder. Van ja, ik heb een cadeautje gehad. En de beste handcreme in de wereld. En ze was helemaal blij. Dus echt superleuk. Ze vond het helemaal lief en leuk. Dus ja, echt hartstikke leuk. Ik kreeg net een nu-melding binnen. Er is nu ook bekend gemaakt dat de huishoudbeurs niet doorgaat. Die was al verplaatst eigenlijk naar mei of april. Oh, ik krijg nu het bericht trouwens dat de avondklok nog een week van kracht is, zeker. Dus nou goed, ja, die hadden ze dus eigenlijk al eenmalig verplaatst. En nu is er gisteren bekend geworden dat hij niet doorgaat. Hij is gewoon weer naar 2022 gezet. Ja, dan is het nog de vraag van hoe staan we er dan voor? Dat weten we niet, maar dit jaar gaat in ieder geval niet door. We hadden het natuurlijk al wel kunnen verwachten, maar ik vind het wel heel jammer. Want het is altijd wel een uitje waar ik heel erg naar uitkijk. Gezellig ook met Nathalie. En ja, vorig jaar sloten mijn vader en zijn vriendin ook aan. Nou ja, hopelijk kunnen we volgend jaar weer gaan. En dan kijken we wel wie er wil aansluiten. Dus ja, dat was wel... ja, het is wel jammer, maar het is natuurlijk wel heel begrijpelijk. Ik heb gisteravond de tv-kantine gekeken. Ik vond het iets minder, moet ik heel eerlijk zeggen. Het was gewoon iets minder interessant. Het was ook de laatste. Dan heb je volgende week nog de making-of. Je merkt wel echt dat heel veel programma's nu voor het laatst zijn. Het is ook goed, weet je. Er beginnen weer een hele hoop leuke programma's. Op 1 maart Chateau Meiland. Daar heb ik onwijs veel zin in. Dus, maar dat viel me iets tegen. Goede Tijden was daarentegen wel heel spannend. Want Ludo is eindelijk van die baard af. Zijn haar was weer netjes geknipt. Waartoe mijn moeder zei, nou... Ik vind het echt flauw. Hij heeft wel kort haar. En mijn moeder wil ook heel graag weer geknipt worden. Maar ja, die is natuurlijk waarschijnlijk al opgenomen voordat de complete lockdown kwam. Maar dan moest ik wel om lachen. Maar in ieder geval, die baard was eraf en hij was weer een beetje zichzelf. Dus dat was wel, wel spannend. Na de tv-kantine heb ik meester Frank Visser, hoe is het nu met gekeken. Dat was ja, ook wel leuk. Was ook de laatste aflevering. Toen ben ik de foto's gaan bewerken. Dat ging niet heel vlotjes. Ik had ook een kat op schoot. Dan kan ik minder makkelijk bij de laptop. Dus dat ging niet helemaal van een leien dakje. Maar goed, dat is gelukt. Ik heb nog niks aan de video gedaan. Dus dat ga ik vanavond doen. En toen ben ik dikte gaan kijken en daarna Zonnestad. En wat ik wel heel jammer vond. Ik vertelde al vorige week bij die aflevering van Zonnestad. Die ik best wel heftig vond. Dat een van die medewerkers overleed, zeg maar, van het kantoor. Maar in die serie had hij ook een dochter en die was niet bij die begrafenis. Ik vond die begrafenis werd een beetje karig uitgezonden. Dus ja, ik vond het, dat vond ik wel een beetje jammer. Maar goed, het was wel een mooie uitzending verder. Dus dat was mijn avond. Ik ga nu beginnen met de spullen naar boven brengen. De kattenbak te scheppen. Een stofzuiger erdoor te halen en dan even een was aanknallen. Want dat is echt heel erg nodig. Zet ik je bij de slaapkamer dan gewoon weer gezellig bij. En dan gaan we eens even lekker aan de schoonmaken. Want daar heb ik wel zin in. Ik ben wel bang. Het is nu best wel mooi weer. Of mooi weer. Het is een beetje bewolkt, maar het is ook wel zonnig. Ik ben wel bang dat ik dit weekend heel erg last weer ga krijgen van de hooikoorts. Want het stond net ook al op social media. Dat mensen met hooikoorts nu wel een lastig weekendje gaan krijgen. Dan kom ik verder niet buiten, maar ik wil wel even mijn balkon doen. Dus ja, de kans dat ik veel ga niezen is aanwezig. Maar goed, dat gaan we zien. Tijd om even wat te gaan doen.
Zo, moe maar voldaan. Op een gegeven moment was de camera ook leeg. Die heb ik nog even op de oplader gehad, de batterij. Gaat soms harder dan je denkt. Maar ik ben nou wel zat. Maar ik vind het wel weer heerlijk. Alles is weer lekker schoon. En ook alle nagellakpotjes even afgenomen. Maar dat stof, joh, dat daar is gewoon niet tegen te werken. Weet je, dan heb je straks alles afgestoft. Er ligt nu gewoon weer een laagje op. Dat is toch niet normaal? Dat is gewoon echt niet leuk. Maar ja, goed, ik heb alles gewoon goed gedaan, dus dat is heel fijn. Katjes hebben lekker gegeten en Muis die was er aan te helpen. Nou, eigenlijk niet. Ik heb een fotootje gemaakt van Muis. Muis die was... Kijk hoor. Muis die ging net op deze kast zitten, terwijl ik daar wilde schoonmaken. Super schattig, maar zo niet handig. Maar ze zat echt zo van, ja, ze kon wel lekker naar buiten kijken. Mickey zat ook naar buiten te loeren, want er waren daar kinderen in de speeltuin. Dus dat vonden ze natuurlijk allemaal weer hartstikke mooi. Maar goed, hun hebben nu ook lekker hun eten op. Ik heb net alles opgeruimd. Ik heb nog even mijn telefoon afgenomen met dat stofspreetje en de iPod. Want die zag er ook niet meer uit. En ik stap vanavond in een heerlijk fris bed. Maar het was zo raar. Ten eerste kwamen allemaal soort verenpluisjes vanaf. Wat ik echt niet weet waar dat vandaan komt. Maar oké. Okay. Toen ging ik mijn dekbed overtrekken. Wilde ik erin stoppen. En toen, toen zat er dus nog een hemdje in. Eerst dus met wassen is daar een hemdje in gegaan. En die heb ik dus gewoon niet opgemerkt toen ik het aan het ophangen was. Ik kijk altijd wel van zit er was goed in. Maar dat was dus blijkbaar gebeurd. En het was mij dus niet opgevallen. Dus dat was ook... Die kwam ik nu net tegen. Dus die leg ik morgen wel in de kast. Want ik heb de boel allemaal al naar boven. Dus ik heb geen zin meer om naar boven te lopen. Maar ja, dat zijn echt van die dingen. Daar kom je dan ineens tegen. Dat je denkt, oké, zat je daar verstopt? De was die draait nog. Maar ik heb nog steeds een uitpuilende wasmand. Dat heeft weinig geholpen. Kijk, het is fijn dat deze was er nu uit is. Maar... ja, dan komt je dek, je beddengoed komt er weer bij. En ik heb gewoon zoveel was. En ja, net wat ik zeg, ik heb de tijd om het te wassen. Alleen de ruimte niet om het te drogen. En dat mis je wel. Maar goed, dat is gewoon iets, daar doe je niet veel aan. Het is roeien met de riemen die je hebt. Dus ik ga zo nog even lekker relaxen, even bijkomen.
Straks lekker douchen en koken. Ik heb zelfs nog even mijn handvat van mijn pan aangedraaid, want die zat los. En dat was al een tijdje zo. En ik had elke keer vergat ik het om het te doen. En toen van de week vloog die eraf. Dus toen heb ik hem er wel weer opgedraaid. Maar die heb ik nu even lekker vastgedraaid. Dus die zit nou ook weer goed vast. Dus dat is ook wel prettig. Vanavond lekker Flikken Maastricht. Daar heb ik weer heel veel zin in. Je hebt ook nog een serie. Dat komt na Flikken Maastricht. Maar ik denk dat ik dat even ga opnemen. Ik zal even kijken hoe het heet. Want ik weet ook niet of ik het leuk vind. En ik had me eigenlijk al heel erg... verheugd. Ja, verheugd is misschien een beetje een raar woord. Maar ik had gewoon heel erg veel zin om na Flikken Maastricht die documentaire van Britney te gaan kijken. Oh ja, Red Light heet het. Maar ik weet dus niet of het een serie is of dat het een... Nee, het is wel een serie. Nou, die ga ik dan even opnemen. Die kijken we dan later wel terug. Aangezien alles nu een beetje stopt. En er zijn vast wel avonden over dat ik dan nog even wat terug kan kijken. Ga ik dat gewoon doen. Dan ga ik vanavond dus die documentaire een stukje van Britney kijken. Ik moet de video nog editen. Ik moet mijn artikel nog schrijven. Dus dat moet ik nog doen qua YouTube en blog. Verder ga ik weer dikte kijken. En dan ga ik weer kijken naar Zonnestad. Dus dat wordt verder mijn avond. Niet bijzonder, maar gewoon lekker rustig. Ik ga jullie dan nu ook gewoon morgen weer zien, want ik moet even uitrusten. Ik heb een droge mond, dus ik moet wel drinken en gewoon eventjes lekker op de bank. Want ik ben het gewoon echt wel zat. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is alweer 20 februari. Ik ben klaargemaakt en het is zulk ander weer als vorige week. Waar vorige week nog mensen op de schaatsen stonden. Is het nu heel zonnig en is het geloof ik 14 graden, dus... Waar gaat het klimaat van Nederland heen, vraag ik me soms wel eens af. Nou ja, het wordt steeds gekker, lijkt het. Maar goed. Gisteravond, ik heb Flikken Maastricht gekeken. Mooie uitzending. Ik moet wel zeggen, ik mis een beetje de chemie tussen Wolfs en Eva dit seizoen. Waarin ze eerdere seizoenen zo goed op elkaar ingespeeld waren, heb ik het idee dat dat nu iets minder is. Ze zijn ook allebei best wel met eigen dingen bezig. Dus dat mis ik een beetje. Maar goed, dat maakte de aflevering niet minder spannend. Ik heb er wel van genoten. Daarna heb ik de documentaire van Britney Spears gekeken. Nou, althans een groot deel. Het moet nog een klein stukje, want hij duurde 1,5 uur. En ik vind het altijd wel fijn om even Hart van Nederland te zien. En shownieuws vind ik altijd wel leuk. Dus dat heb ik ook wel even gekeken. Ik heb een staartje gemaakt, maar het zit niet helemaal zoals ik wil. Maar goed. Ik vond het super interessant, het gedeelte wat ik tot nu toe heb gezien. Deze documentaire is gemaakt naar aanleiding van haar curatatie. Zij staat onder curatele. En in Amerika houdt dat dus in. Ik weet niet, ik kan me niet voorstellen dat in Nederland dat ook zo is. Maar in Amerika is het dus heel streng. Zij heeft natuurlijk een grote ster. Dat betekent dat degene die over haar, die beslissingen voor haar maakt, die maakt beslissingen over haar woning, wie zij op bezoek mag krijgen en over haar geld. Dus eigenlijk leef je je eigen leven niet meer. En haar curator is haar vader, samen met iemand anders. Maar volgens mij is die op een gegeven moment opgestapt. Dus dat gedeelte, dat moet ik nog bekijken. En haar vader krijgt ook gewoon 1/5 deel van haar geld. Waardoor zij dus op een gegeven moment heeft gezegd... ja, zolang mijn vader de curator is, ga ik gewoon niks meer doen. Trouwens, de curator bepaalt ook in haar geval... naar welke optredens ze moet, televisieshows, dat soort dingen. Toen zij op een gegeven moment onder curatie moest... toen heeft ze ook gezegd van oké, ik ben het ermee eens... maar ik wil niet dat het mijn vader wordt... De advocaat die haar toen voor haar ging pleiten, die heeft dat aangegeven. Dat staartje wordt niks. Maar die rechter die was daar niet mee eens. Die heeft gezegd, ja, maar zij is helemaal niet in staat om dat soort beslissingen te nemen. Dus zij moest gewoon... zij kreeg een advocaat van de rechter toegewezen. En die heeft gezegd van, nou ja, haar vader wordt gewoon de curator. En dat is dus iets wat zij absoluut niet wilde, dat de vader de curator werd. Ik vind die vader ook een beetje een aparte, want hij heeft op een gegeven moment gezegd, ze kwamen uit een best wel arm gezin, zeg maar. Toen heeft die vader gezegd, ja, mijn dochter wordt een grote ster, dus die gaat wel een boot voor mij kopen. Dan denk ik van, hoe kun je dat nou als vader zeggen? Ik snap best wel dat
als je een grote ster wordt, dat je je geld of dingen wil delen met je dierbaren of geliefden. Maar je gaat toch niet uit jezelf wel zeggen, mijn dochter koopt wel een boot voor me. Nou, dat vond ik zo'n stomme uitspraak. Hij schijnt ook helemaal niet echt aanwezig te zijn geweest in de opvoeding. Of een groot deel van haar leven. Ja, nu wil hij dus wel dat geld beheren. Hij wil het ook niet afstaan. Het schijnt ook dat je in Amerika niet zo makkelijk onder de curatie uitkomt. Als je er eenmaal onder staat, dan sta je eronder en kom je er dus niet zo heel makkelijk meer vanaf. Maar ook gewoon, het was wel interessant om te zien waar dus sommige dingen vandaan komen in haar geval. Hè. Ze heeft op een gegeven moment natuurlijk haar kaal geschoren. En het is wel interessant om te zien van waar komen al die dingen die ze gedaan heeft dan vandaan. Wat is de aanleiding geweest en dat soort dingen. Nou ja, ook de kinderen natuurlijk is ze kwijtgeraakt. Zij heeft geen voogdij meer. Dus ja, ik vond het wel heel interessant. Ik moet zeggen, ik hou wel van dat soort documentaires. Ik heb er ooit eens eentje van Michael Jackson gezien. Ik heb er ook een keer eentje van George Michael gezien. Dus ja, ik vond het wel heel interessant. En ik ben ook heel erg benieuwd naar het laatste gedeelte. Die ga ik morgenavond eventjes afkijken. Maar ja, ik vond het wel heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Ik heb daarna mijn video in elkaar gezet. Ik ben mijn artikel gaan schrijven, dus alles staat weer online. Daarna ben ik weer verder gegaan met dikte en ik heb weer Zonnestad gekeken. Dus dat was allemaal wel een fijne avond. Ik heb alleen weer niet zo fantastisch geslapen, want ik had weer heel veel nachtmerries. En toen werd ik een keer vroeg wakker, toen ben ik naar de wc geweest en ben weer proberen te gaan slapen. Dat duurde even voordat ik in slaap was. Maar toen ik in slaap was, kwam de volgende nachtmerrie alweer. Toen ik wakker werd, wist ik niet eens meer welke dag het was. Ik dacht dat het donderdag was. Nou, het was dus zaterdag. Dus fijn. Ik ga zo eventjes het balkon doen. Ik ga even stofzuigen en de kattenbakken doen. Dan ga ik even een nieuw screen protector op de iPad plakken. Ga ik jullie daar even bij zetten. Misschien dat ik nog wat ga opruimen boven. Moet ik even kijken. Maar en ik ga sowieso even bullet journalen. Maar nu eerst zal ik dan even mijn stage weer doen. En dan ga ik eerst even dat balkon doen. Ik zal jullie even laten zien hoe het er nu voor staat. En dan zal ik je ook even laten zien hoe het eruit ziet als het klaar is. Maak kennis met mijn ellendig rommelige balkon. Het is echt heel erg vies. Het waait wel heel hard. Dus ik ga dit eerst maar even opruimen. En dan ja, zie je straks even hoe het eruit ziet als het weer schoon is. Nou, het balkon is geveegd. Het is nog steeds niet juf van het, maar het is in ieder geval veel beter dan het was. Maar ik vond het toch nog echt te koud en echt heel veel dingen krijg ik niet weg. Dan moet echt met een grove borstel. In ieder geval, ik vind het al een stuk beter weer. Dus ik ben er voor nu wel weer blij mee. Ik heb hier het pakketje met de screen protector. Het is een premium tempered glass. Dus ik weet niet hoe dat... Oh, dat moet ik gewoon zo openmaken. Dan heb ik hier de screen protector en ook de doekjes. Ik zal je even laten zien hoe mijn glas er nu uitziet. Want er zit dus een hele dikke kras op. Ik weet alleen niet of je die nu goed gaat kunnen zien. Maar die loopt hier zo. Daar irriteerde ik me echt mateloos aan. Dus ik ga deze eraf halen. Ga ik hem eventjes helemaal mooi maken. En dan ga ik het nieuwe glas er even op doen. Nu zie je ook gelijk hoeveel barsten deze heeft. Kijk, hij is helemaal gebarsten. Hoe laat ik dit het beste zien? Dus hij was echt aan vervanging toe, maar ik vind het altijd wel een drama om ze erop te plakken. Maar deze kan in ieder geval nu lekker weg, want er zit een nieuwe op. Zo, katjes hebben net lekker gegeten. Ik zit echt volledig in de zon, maar ik heb ook niet echt een andere mogelijkheid om te vloggen. Screen protector, ik ben niet compleet tevreden. Ik heb toch wel wat
lucht eronder zitten. Ik heb hem echt 10 keer opnieuw geprobeerd erop te doen. Beter dan dit gaat het hem niet worden. Ik vind het toch altijd op de iPad wat moeilijker als op mijn telefoon. Want dat is gewoon een kleine oppervlakte. Een iPad is iets groter. Maar goed, het is even wat het is. En er zit in ieder geval weer een nieuwe op. Dus ja, ik moet het gewoon er maar even mee doen. Ik heb gelezen dat het kan zijn dat de bellen nog wegtrekken binnen 24 uur. Maar het is gewoon even afwachten. Maar goed, dat, ja, daar was ik dus niet helemaal tevreden over. Ik ben op zich wel blij dat mijn balkon in ieder geval schoongeveegd is. Daar ben ik ook nog steeds niet helemaal tevreden over. Maar ja, ik vond het toch nog best wel koud. Het viel me toch nog best wel tegen toen ik ermee bezig was. Dus ik had zoiets nou ook maar weer snel naar binnen. Maar in ieder geval de sigaretten en zo, die zijn weg. En ja, dan als het echt tegen de zomer wordt, maar weer eventjes een keer lekker een ding gloor er doorheen. En even lekker boenen daar. Maar goed, dat is nu eventjes niet aan de orde. Heel even gebullet journal, daar heb ik ook niet heel veel aan gedaan. Want die screen protector kostte toch alweer wat meer tijd. En dan baal ik ervan dat het niet helemaal goed gelukt is. En dan is gelijk ook mijn motivatie om echt te gaan bullet journalen een beetje weg. Dus dat is een beetje balen, maar goed. Vanavond, je hebt nog 1 keer volgens mij, weet ik veel. Ik heb het idee dat dit de laatste aflevering is. Ik ga nog even een... verder met die documentaire van John van de Heuvel, want dan ben ik er helemaal uit. En dan ga ik morgen die van Britney dan verder afkijken. Verder wil ik alvast een begin maken met de vlog, voor zover dat lukt. En ik heb weer dikte en zonnestad, dus dat wordt verder mijn avond. Niet bijzonder of zo. Ik heb nu gewoon eventjes een beetje de P in alles. Omdat het dan toch niet helemaal gelukt is. Maar ja, en ik heb voor mijn gevoel ook het idee dat ik niet echt productief ben geweest. Dat ik een beetje heb zitten lanteren. Want ik heb wel de boodschappen nog opgeruimd boven. Maar ja, ik weet niet. Voor mijn gevoel heb ik gewoon niet voldoende gedaan of zo. Maar goed, ik ga nu even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Dan ga ik mijn dingen vanavond doen. Dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ben nu echt eventjes een beetje in een niet zo fijne stemming vanwege dat mislukte screen protectortje. Dus dan zou ik bij deze zeggen, ik hoop je morgen weer te zien. En dan, ja, ik ga morgen sowieso vloggen. Maar in ieder geval, ik ga je dan morgen zien. En dan hopelijk is mijn humeur weer wat opgeflirt. Ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 21 februari. Het is echt heel zonnig buiten. De temperatuur is op zich ook best wel aangenaam. En ja, eigenlijk vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga gewoon even stofzuigen, de kattenbakken scheppen, groenten klaarmaken, gehaktballen draaien en foto's maken. Dus dat is het dan ook wel. Niet echt een heel bijzonder dagje, maar gewoon lekker. Gisteravond meegespeeld met weet ik veel. Ik speelde dit keer alleen met Nathalie, op afstand dan. En de eerste ronde ging goed, de tweede ronde was drama. De laatste 3 rondes gingen op zich wel oké, maar de app die haperde. Daardoor had ik net geen voldoende, echt heel erg balen. Maar goed, ja, het is dan niet anders. Dus ja, het was volgens mij ook de laatste keer. En dan vind ik het ook wel prima, weet je. Dan heb je toch weer een aantal weken meegespeeld, wat hartstikke leuk. Maar dan is het ook wel weer tijd voor wat anders. Dus daarna heb ik toch maar de documentaire van Britney Spears afgekeken. Want ik was toch wel erg benieuwd. En het was allemaal iets later. En ik denk, nou, dat kan ik nog net even redden voor het Hart van Nederland komt. Dus ja, erg indrukwekkend wat ik gisteren ook al zei. Je krijgt zo'n andere kijk in het leven van iemand. En ja, ik vond hem heel interessant. Ik heb de vlog al klaar tot en met gisteren. Dus dat ging ook wel lekker. En ja, toen heb ik weer naar dikte gekeken. Dat was ook leuk. En Zonnestad was ook weer zo'n goede uitzending. Wauw. Echt een steengoede aflevering. Dus dat was verder mijn avond. Niet heel bijzonder, maar gewoon prima. Ja, verder is er ook niet heel erg veel gebeurd. In de tijd dat ik jullie niet heb gezien. Nee. Ik wil misschien nog even een handwasje aanzetten. Ik heb jeuk op mijn voet. Ik heb wel weer drama geslapen. Nachtmerries. Oh. Het is momenteel wel weer heel erg, maar ja. We weten nu, ik weet niet waar het vandaan komt, dus ja, niet zeuren, maar ja, af en toe is het wel even vervelend. Ik denk dat de handdoeken inmiddels ook wat droog zijn, dus die kunnen er wel af. Die ga ik denk van de week even opvouwen, ik heb er niet zo heel veel zin in. Ik wil nu gewoon even ook focussen op de foto's en zo. En van de week heb ik nog niet zo heel veel. Ik heb
Nee, deze week is de week van de niet zo grote schoonmaak. Dus dat is ook wel lekker. Ik heb wel trouwens mijn trui aangetrokken. Want ja, ik vind het dan toch ook een beetje lastig van wat trek je aan, zeg maar. Want ja, op zich de gevoelstemperatuur buiten is op zich prima. Maar ja, ik vond het wel lekker om gewoon nog een trui aan te hebben. Ik heb het ergens ook nog wel een klein beetje fris. Maar goed, dat hoort een beetje bij mijn leven. De katten vinden het mooie weer wel echt heel erg lekker. Dus dat is wel, wel top. Ja, ik ga nu gewoon even stofzuigen en de kattenbakken doen en even mijn dingen doen. En dan laat ik je straks even zien waarvan ik foto's ga maken. Dus tijd om even wat te gaan doen. Zo, inmiddels lekker veel gedaan al. Of je gaat gewoon bijna naast de stoel zitten. Ja, dat kan gewoon. Ik heb boven een beetje opgeruimd. Ik heb de groenten heb ik klaar. Er is gestofzuigd. De kattenbakken zijn schoon. Mijn handwas die draai ik nog. Vandaar dat ik ook even de deur dicht heb. Want dat maakt heel veel geluid. En net had ik even een spelletje te doen. Maar nu is het tijd om foto's te maken. Maar allereerst wil ik jullie even wat laten zien. Want ik had boven nog dit blik staan. Die heb ik 2 jaar geleden op de huishoudbeurs gekocht. En toen dacht ik, hoe handig is dit om hier mondkapjes in te doen. Als dit open gaat met 1 hand. Nee dus. Kijk, dus hier heb ik mijn mondkapjes ingestopt. En ik haal er ook gelijk eentje uit. Die gaat in mijn tas, want ik heb weer een schone nodig. Anders heb ik er geen in bij me. Dus hier kan ik dan gewoon de mondkapjes die ik heb gewassen, kan ik dan gewoon lekker hierin doen. Dus dat leek me een heel goed idee. Dus die gaat in de la. Ik heb hier 2 van MUW getinte lipglossjes. De Sugared en de Sorbet. Dus die ga ik fotograferen. Ah, de was is klaar. Dus ik vind ze er al heel tof uitzien. Dus hier ga ik even foto's van maken. Ze hebben verder ook niet echt namen, geloof ik. Maar dat zijn deze. Dan ga ik even foto's maken van de handcrempjes van Travel Moon. Ik moet even die lelijke stickers er natuurlijk af. Er komt dan een extra review van online. Dan heb ik deze blush van Essence. Deze kwam ik heel toevallig tegen met korting. En die had ik nog nooit bij mijn kruidvat gezien. Dus toen dacht ik, nou weet je, daar ging nu 50% van af. Dus die heb ik even gekocht. En dit is dan de 02 Coral Sunset. Ja, ze hadden ook alleen deze kleur. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. En ik heb 2 oogschaduwpalettes van Fab Factory. En dit zijn de Tropical Beauty palettes. En deze zijn best wel fel. Kijk, want er zitten dit soort kleurtjes in. Dus hier ga ik lekker foto's van maken. En ja, dan ben ik toch best wel lekker bezig geweest. Want ja, vind ik toch altijd wel lekker. Dus ik ga even het een en ander wegleggen. En dan ga ik de fotospullen opstarten. En dan gaan we even lekker foto's maken. Muziekje aan. Ik zal even het handwasje ophangen. En dan is alles wel weer klaar. Oh, dit licht is niet zo fijn. Zo, inmiddels hebben de katten lekker gegeten. En ja, ik ben klaar met alles. Ik heb echt een heerlijke middag gehad. Het was echt gewoon heel fijn om ja, gewoon even wat dingen voor mezelf te doen. En alles vlotte ook gewoon lekker. Dus het was gewoon heel erg, ja, fijn. Ik ben wel heel tevreden in ieder geval. Dus de foto's zijn lekker gemaakt. Ik heb al geïmporteerd. Ik heb nu wel eventjes de batterijen van mijn flitser op de oplader zitten. Want die waren leeg. Dus gelukkig had ik nog gewone batterijen liggen. Dus die heb ik toen eventjes gebruikt. Maar die worden nu weer opgeladen. Dus ik heb net alles opgeruimd om de lampen na. En de katten hebben net lekker gegeten. Dus dat was ook heel fijn. Nu ga ik zo nog even lekker relaxen. Straks douchen. Dan lekker eten. Vanavond ga ik even de K van Carlijn kijken. Alberto Stegeman. Ik ga deze nagels weer even een kleurtje geven. Want dat ziet er niet uit. Verder moet ik foto's bewerken. En Rex en Dikte. En om 8 uur speelt Ajax. Dus ik heb even 2 schermen. Dat wil ik wel eventjes zien. Ze hebben donderdag hadden ze ook gespeeld. Hadden ze gewonnen. Dus dat had ik ook nog gekeken. Maar vanavond spelen ze dus om 8 uur. Dus ja, wel even wennen. Volgens mij is dat de eerste keer op zondag dat ze om die tijd spelen. Tenminste, ik kan me niet heugen dat het eerder is gebeurd. Maar ja, op zich gewoon een lekkere avond voor de boeg. Wel lekker, gewoon lekker rustig. Maar dikke prima. Dus ja, ik ben heel blij. Dus het was ook wel leuk bij mijn oma. Mochten ze nu dit weekend hebben ze
eenmalig het restaurant open gedaan omdat mensen buiten koffie konden drinken. Dus je mocht niet in het restaurant, maar je kon in ieder geval waar je koffie krijgen met iets lekkers. Het was gewoon eenmalig, omdat het nu een beetje als viering van de lente, omdat het nu wat mooier weer was. Dus het was gisteren en vandaag, dus mijn moeder kon nu eindelijk ook weer een keer met mijn oma een kopje koffie drinken. Dus dat was wel heel leuk, want ja, als ze daar gewoon binnen zitten, ze hebben er wel een koffiezetapparaat neergezet, maar de bezoekers mogen geen koffie. Want je moet je mondkapje ophouden. Dus dat was nu natuurlijk wel super leuk. Ik ga nu in ieder geval lekker relaxen. En dan ga ik jullie gewoon morgen zien. Want ja, ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 22 januari. Ik ben klaargemaakt. En ik heb al even stof gezogen en de kattenbakken geschept. En ik ga zo'n video voor jullie opnemen. Ik heb gisteravond even mijn nageltjes gelakt. Geel kleurtje. Het is de kleur 68, turn the lights on. Dus ik vond het wel leuk. Een keer wat anders. Verder heb ik gisteravond de K van Carlijn gekeken. En heb ik gekeken naar Alberto Stegeman. Ik heb Rex gekeken en Dikte. En ik heb gewoon de foto's bewerkt. Dus niet echt een hele bijzondere avond of zo. Gewoon lekker basic. Ik heb de brief gekregen waar ik op aan het wachten was. Dus even kijken of de afspraak door kan gaan. Het ligt even aan mijn coach. Dus ja, dat heb ik allemaal al gedaan. Dus ik ga nu eventjes eerst de video opnemen. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. En daar ga ik jullie bij zetten. Maar eerst maar even zorgen dat de video erop komt. De katjes net lekker gegeten. Ik heb nog heel even gebullet journaled. Niet heel lang, want ja, het was gewoon allemaal even iets later vandaag. Maar soms heb je dat, dat geeft ook niet. Ik had even het gordijn dicht gehad met filmen, want die zon zat een beetje te schijnen. Maar ik heb nu kippenvel, want ik heb dus toch 3/4 mouwen. Dat is toch echt te fris. Dus straks lekker weer na het douchen lange mouwen aan. Het is gewoon echt nog te koud. Ik kreeg net weer een super schattig filmpje van Lente door. Lente die is tegenwoordig katten aan het vangen. Ze doet een poging tot. De kat is nog wel sneller dan zij, maar was wel schattig. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Vanavond weer lekker goede tijden en Married at First Sight. Heel veel zin in. Ik ga vanavond mijn artikel schrijven en ja, verder eigenlijk niet zo heel veel. Ik moet nog eventjes... wat moest ik? Nee, ik moet eigenlijk helemaal niks. Ja, ik ben mijn harde schijf een beetje aan het opruimen. Verder wil ik nog eventjes ja, sowieso weer naar Dikte gaan kijken en Rex. En ja, eigenlijk heb ik niet zo heel veel vanavond. Dus ook wel lekker. Ik ben wel heel benieuwd naar Married at First Sight. Maar straks lekker warm douchen en dan lekker eten en dan lekker de bank op. Dus ja, niet heel veel bijzonders. Zoals vandaag eventjes een iets minder vlogdagje. Maar ja, soms heb je dat een beetje iets verlaten. En dan is het allemaal even wat anders. Ik moet wel even wennen hoor, aan dat geel zo. Ja, ik vind het wel leuk. Ik dacht wel, weet je, het is een beetje, omdat het al mooie weer werd. Ik dacht, dit kan wel. Maar ja, vandaag valt het nog een beetje mee. Maar ach, ik vind het op zich wel leuk. Ik ga nu even lekker relaxen en even wat drinken. En dan ga ik jullie gewoon morgen weer zien. En dan probeer ik weer wat meer te vloggen. Vandaag was gewoon even een iets minder vlogdagje. Maar die dagen heb je er soms ook tussen. Ik zou bij deze zeggen. Ja, tot morgen. Ja. Wat ik eigenlijk nog wel wilde vertellen is dat ik gisteren nog wel naar Ajax had gekeken. En dat heb ik, die hadden gewonnen. Dus dat was ook nog wel leuk. Dat was ik straks helemaal vergeten.
Maar het was wel een beetje een saaie wedstrijd. Maar goed, op zich, ja. Het was prima, we hebben gewonnen. Dus als we zo doorgaan, worden we wel kampioen. Dus dat is wel leuk. Ik ga relaxen, dus tot morgen. Een hele goede middag. Deze dinsdag, het is 23 februari. Ik ben klaargemaakt, het is bewolkt. Maar de temperatuur is op zich wel oké. Ja, vandaag op de blending weer de standaard dingetjes. De douche, de gang, de kattenbak. Ik ga jullie er even bij zetten als ik de was ga ophangen. Want ik had de planning om ook een wasje aan te zetten. Maar toen kwam ik op en toen zat er weer kots op het kleed. Die op de bank ligt. Dus je hebt er nu eerst even in gedaan. Is weliswaar wel een kort programmaatje. Maar ik weet niet hoe lang het precies duurt. Omdat ik geen timer heb op de wasmachine. Dus ik moet even kijken. En anders kan ik die witte was in ieder geval alvast gaan verzamelen. En dan morgen draaien. Mijn nieuwe brillenkoker komt straks. Ik had een nieuwe brillenkoker besteld. Die van mij die was lam. En normaal gesproken zou ik een brillenkoker gaan kopen bij de opticien. Maar ja, corona. Je moet daar op afspraak komen. Mijn bril moet wel dringend rechtgezet worden. Maar ja, ik heb zoiets. Ik wacht wel even tot het gewoon weer allemaal open is. En dat je niet op afspraak meer hoeft. En ik had al even bij het kruidvat gekeken bij de brillenkokers, maar die hadden alleen van die brillenzakjes. Nou, dat kan heel handig zijn als je misschien een leesbrilletje voor een paar euro meeneemt bij de kruidvat om hem in een zakje te steken. Maar dat gaat niet werken voor een dure bril van de opticien, dus dat vond ik geen optie. Dus dan had ik een brillenkoker besteld bij bol.com. Dit was wel via een externe partij, zeg maar, die hun verkoop ook aanboden bij bol.com. Maar wat gebeurde er? Ik kreeg vrijdag het pakketje binnen en ik opende het. Er zat een kalendertje in, maar geen brillenkoker. En hij stond wel op de pakbon. Dus ik heb even vrijdagavond contact opgenomen met de chat van bol.com. En even mijn verhaal gedaan dat het niet helemaal goed was gegaan. Toen zeiden ze ook, het lijkt erop dat er iets niet helemaal is goed gegaan bij het magazijn. Dus ze gingen een mailtje sturen naar de externe partij. En stelden ze ook voor dat ik het kalendertje wat ik had toegestuurd gekregen zou terugsturen. En dat ze mij dan de brillenkoker zouden opsturen. Nou, daar was ik het mee eens. Maar toen kreeg ik gisteren bericht terug dat het inderdaad een foutje was. En dat ik de kalender kon houden en dat ze alsnog de brillenkoker zouden versturen. Dus die komt straks tussen 3:50 en 3:30 met DPD. Dus nou ja, die komt straks. Die laat ik je dan even zien als die binnen is. Gisteravond, ja, Meredith First Sight gekeken. Was wel interessant. Ze gingen nu op een koppelsweekend. Gingen de koppels elkaar voor het eerst ontmoeten. En konden ze ook verhalen met elkaar uitwisselen van hoe heb je het ervaren. Of ja, hè, een beetje hoe ze het allemaal hadden gehad. Vanavond is dan een ontknoping, maar ja, toen ging ik op een gegeven moment shownieuws kijken gisteravond. En daar werd verteld dat een van de deelnemers ernstig ziek is. Dat ging om Sylvia, dat die vandaar bij de laatste uitzending er niet bij was. Maar ze onthulde ook gelijk even wie er nou getrouwd bleef en wie er ging scheiden. Hij is fijn, leuk, weet je wel. Dan kies je ervoor om niet vooruit te kijken via Videoland. Heel veel mensen hebben misschien niet eens Videoland, die kunnen niet eens vooruit kijken. Dan kijk je een programma shownieuws en dan wordt het onthuld. Ik baalde er best wel van. Ik was ook te traag om hem eventjes snel weg te zappen. Dus dat weet ik al wel. Maar goed, even goed wil ik het nog wel kijken. Omdat ik wel benieuwd ben van wat is nou de reden waarom ze dus gaan trouw blijven. Of toch gaan scheiden. Dus dat. Ik heb Rex gekeken. Dikte. Dat was ook super spannend. En ik heb mijn artikel geschreven. Dus ja, dat was het ook wel. Verder niet echt een hele bijzondere avond. Nou ja, dat was even een minpuntje. Ik ga nu eventjes de kattenbakken doen en ja, aan de gang. En dan even kijken hoe lang dat wasje nog duurt. En dan zet ik je straks met het wasopvouwer dan even bij. Dan kan ik er nu even gauw doorheen. Ik moet ook de wc even helemaal onder de rand poetsen. En dat vind ik zo vies klusje. Maar goed, we gaan het even doen. Dus ik ga een muziekje aanzetten en dan ga ik aan de gang. Inmiddels is mijn brillenkoker aangekomen, dus ik heb nu het doosje opengemaakt. Dus laten we gewoon even kijken hoe die eruit ziet. Ik ben best wel benieuwd. Dus we beginnen weer met papier. Nog meer papier. Oeh, een cadeautje. We gaan even kijken wat hierin zit. Het is wel heel erg leuk gepakt. Kijk, allemaal kaartjes. Oh, dat zijn ook nog best wel hele mooie kaartjes. Rozen. Oh, deze is leuk. Die katjes. Oh, deze is van Dikkie Dik. Oh, wat super leuk. En deze koe. Nou, super leuk. Echt heel erg leuk.
En dit is hem dan, de brillenkoker, de Classic Gaze. Er zit een doekje bij, het is van Francine. Hij voelt ook heel lekker zacht aan. Ik vind hem echt super leuk. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Dan kan ik mijn bril weer goed opbergen. Dus ik vind hem echt super schattig. En dan zo'n leuke gift erbij. Ik zal ze even een mailtje sturen dat alles goed is aangekomen. En dat ik de gift heel leuk vind. Dus ja, heel erg blij mee. Dan kan ik eindelijk lekker mijn bril weer opbergen. Dus ja, eigenlijk gewoon super leuk. Hier zie je de brillenkoker nog even met het doekje. Is dus hetzelfde als de koker. Ja, ik vind hem echt helemaal fantastisch. Super leuk. Maar dan kun je even zien hoe dat gaat. Ik heb inmiddels de was toch nog draaien, de witte was. Ik ga nu eerst deze was even opvouwen. Dan ga ik jullie even bijzetten. Want ik was heel snel klaar met alles. Dus lekker. En de wc-rand is helemaal schoon. Hoe fijn is dat? Wel ook weer wat dingen die op waren weg. Dus ja, zo gaat de voorraad wordt ook weer wat leger. Ik ga even mijn brillenkoker opruimen. En dan gaan we even de was opvouwen. Zo, ik heb alles wel klaar, maar als ik naar de grond kijk, word ik niet heel gelukkig, want het is zo'n stofbende. Lang leven de zon. Ik heb het straks gezogen en het stof stuift over de grond, echt. Ik word hier niet echt vrolijk van, maar ja, goed, ik kan er niet zo heel veel meer aan doen. En ik heb ook echt geen zin meer om nu weer een stofzuiger te pakken. Weet je, morgen is de woonkamer aan de beurt. Ga ik hem gewoon weer even grondig doen, maar overal waar ik kijk is het stof. Dus wat dat betreft ben ik straks blij dat het donker is, dan zie ik het niet meer. Maar dit is gewoon wel even heel ranzig. Nou ja, toch nog best wel druk geweest. De was is in ieder geval opgevouwen. Ligt nog niet in de kast, want ik had de trap al omhoog en daar had ik niet zoveel zin in. Deze nagel heeft erbij gewerkt. Er zat een heel klein scheurtje in de nagellak. Er zat een barstje in, dus die heb ik eventjes weer netjes gemaakt. Doosjes weggedaan van de pakketjes. Ja, gewoon de douche, de gang. Kattenbakker is eigenlijk wat dat betreft ja, best wel druk geweest. Ik word alleen een beetje gek van de nu-meldingen, want ze stromen achter elkaar binnen. En ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken, want aan de ene kant lees ik dat we in de derde golf zitten. De andere kant, ze gaan toch versoepelen met het openen van kappers en contactberoepen. Dus ik weet niet zo heel goed meer wat ik hiervan moet denken. De avondklok zou verlengd worden tot 15 maart. En ik vind het gewoon een beetje jammer dat nu alles al naar buiten komt, weet je. Want ik heb zoiets, goh... Straks om 7 uur is die persconferentie. Ik kijk dan wel. Ik hoor wel wat er gezegd wordt en dan vind ik het prima. Maar ja, blijkbaar vinden ze het nodig om al toch een hoop naar buiten te brengen. Dat is de laatste tijd natuurlijk sowieso wel. Alleen je vraagt je dan af van joh, waarom kijk ik nog? Maar goed, het is niet anders. Ik ga in ieder geval dat straks kijken. Dan, ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan douchen, koken. Persconferentie, goede tijden en dan de Marriage at First Sight, de afsluiting. Ik ga de vlog proberen af te maken en ik heb Rex en Dikte, dus ja, eigenlijk een beetje een standaard avondje voor mij, maar wel genieten. Maar in ieder geval zou ik eerst even lekker wat drinken en even uitrusten, want ik ben best wel zat van de klusjes. Het was nog niet eens super zwaar, maar dan irriteer ik me nu gewoon weer aan die stof en dan denk ik, waarom? Waarom hebben we zoveel stof? Maar ja, ten eerste, je hebt natuurlijk huisdieren. Ten tweede, ze zeggen altijd tegen de zon kun je niet werken. En dat is ook echt wel zo. Maar goed, ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het in ieder geval weer leuk vond om te zien.
Ben je nou nieuw op mijn kanaal en zou je het leuk vinden om op de hoogte van te blijven van mijn video's, kun je gratis abonneren. Je kan er op de rode button met mijn gezicht klikken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button en als je die aanklikt ben je geabonneerd. En er staat ook een belletje naast en als je die aanklikt krijg je een mail zodra er een nieuwe video online staat. Op dit moment staan mijn abonnees op dit getal, dus daar ben ik heel blij mee. Vond je deze video nou leuk? Doe dan gewoon zeker even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!